Wim, waar zijn we vandaag? Vandaag zijn we aangekomen na het lang wachten in Rome, centrum van de wereld, eeuwige stad. I woke up pissed off today. And lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. You on the other side, so when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you, I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be there for you, but you gotta be there for me too. En Wim, wat doet jij als de kindjes in Pantheon zitten? Wim, wat doe ik? Ik ga shoppen. Gaan shoppen, ah ja, gaan shoppen. Out and back again. Hope you waiting at the end. But I can't do this. Ja jongen, wat doet die koepel daar? Lager dan de Romeinen. We zijn een stukje vergeten. Dat je geld geeft. Geld was op. Mensen. Waarom moet je volgend jaar meegaan op Italië? Omdat het heel fijne begeleiders zijn. Yay! Weinig geslapen. En jij, Brett, zet je bril eens af. Wallen. Staat er allemaal winkeltjes voor priestertjes, allemaal kledij voor priesters. Heel interessant. Alleen in Rome te vinden, niet bij ons. Dus daarom zijn we eigenlijk met de hele school naar hier gekomen. Zodat ik aan goede kope prijs een nieuwe kledij kan halen voor de priesters. Want hier aan de andere kant zien we het Pantheon. Heel oud. Zelfs het plafond is niet heel afgewerkt, want ze hebben nog een gat gelaten. Daarom zijn we dat niet gaan bezoeken, maar gaan we even luisteren naar onze gids om te weten waarom dat hier een olifant staat. Kom even mee. I want your body, everybody wants your body, so let's jack. Come on, let's jack. I want your body, everybody wants your body, so let's jack. Let's jack. Een hamburger. Ja. Oké. Ze zijn lekker. Waar zijn we nu, mannen? Hier hebben we de gay afdeling. En welke is Wim aan het kopen? Ene voor pinks. Ik ja. Met deze zwarte ben ik over aan het nadenken. Wat vinden jullie ervan, jongens? Het is een godfake. M is mijn. Dat is een vleertuig. En Wim, wat vind je ervan? Ook zo breed schouwers en zo stoer, Wim. Kom van de fitness, denk ik. Wat? Van de fitness. Ik zou hem nemen. Ik zal hem ook nemen. Ja, ik heb mij er ook in aanschaffen. 8 euro. Maar dat ze hebben die foto genomen, 3 jaar geleden van mij, zonder dat ik dat wist. We gaan geld vragen daarvoor, wat denk je? Dat zijn onze. En jullie? Wij zijn uw trouwe volgelingen. Dat zou liegen. Heb je lief vandaag al bedrogen? Ik niet, maar zij gaat nog naar Marrakesh. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. We'll be right back.
Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich. Mijn auto dan af. Wat vraag je aan? Waarom dat je in pauze wil? Dat niet het kunt en niet zomaar. Dat is zeker een hoger doel, maar pauze worden wil zeggen dat je een soort gevangenis terechtkomt waar je niet kunt blijven doen wat je wilt natuurlijk. En heb je minder tijd om solle contacten te hebben met mensen. Maar aan de andere kant kun je wel dingen veranderen en kun je wel de kerk een positie geven die ze toch wel deze tijd verdient. Ja. Wat zou je vandaag gaan bezoeken? Het Forum Romanum en het Colosseum. Wat vond je het interessant? Het Colosseum natuurlijk. Nou, het is wel goed weer hier en het is best wel leuk hier. En ja, thuis is het minder weer. Tot de volgende keer, maar weer. Ja. Waarom loop je zo?